Supercell, de maker van Clash of Clans, Clash Royale en Brawl Stars, hebben een nieuwe game gemaakt genaamd Squad Busters. Ja, dit is dus de nieuwe game van Supercell en in deze video gaan we natuurlijk potjes spelen, we gaan kisten openen en ik ga jullie natuurlijk alles uitleggen over hoe jij het beste de eerste plek kunt behalen. Allereerst zitten we in dit menu en hier zien we allemaal characters van natuurlijk andere Supercell games zoals bijvoorbeeld Clash of Clans en Clash Royale. Daarnaast zien we hier als eerst natuurlijk de winkel. Hier kunnen we allemaal dingetjes kopen, bijvoorbeeld upgrades voor jouw characters, al zal ik dat niet doen. Je kunt hier wel kist tickets halen. Die zijn wel handig om te halen. Sterker nog, die ga ik nu ook eventjes kopen voor 6000 muntjes. Hoppakee. Want daarmee kunnen we natuurlijk kisten openen. Namelijk na elk potje kun je een kist openen. Maar je hebt een limiet qua hoeveelheid tickets. Dus daar moet je een beetje op letten. Elke dag krijg je natuurlijk wel weer nieuwe. Maar je kunt ze dus ook bijkopen. Dan zien we hier mijn squad. Zoals je hier ziet, ik heb van het huidige level waar ik nu in zit bijna alle squad teams, of hoe noem je dit, characters, ik noem het eventjes characters, of knokkers, hoe je het ook wil noemen. Ik mis er nog eentje, namelijk de varkensruiter. Misschien dat we die vandaag wel uit een kist gaan krijgen. Moeten we nog eventjes gaan zien. Als ik bij een nieuwe wereld terechtkomt, dan kan ik natuurlijk al deze andere knokkers unlocken, maar dat gaat nog wel eventjes duren, want ik ben nog niet een hoog genoeg level. Zoals je hier ziet, ik ben level 10 en pas op level 15, dan kunnen we door naar het volgende level. En op level 35 kun je door naar het ene laatste level. Nee, dit is het ene laatste level en uiteindelijk kun je komen bij de squad divisie. Eventjes een goede tip. Als jij je kisten behoudt, dat is best wel handig, want wanneer je dan bij bijvoorbeeld deze bent, heb je meer kans op deze knokkers. Dus ja, dat is gewoon een goede tip om je kisten te bewaren totdat je aankomt bij bijvoorbeeld level 15 of bijvoorbeeld level 35. 35 was het toch? Ja, 35. Dan het volgende, namelijk jouw prestatieboek. Hier kun je allemaal challenges unlocken, die ook weer refreshen. En op die manier kun je level up komen. Dus dat is eigenlijk jouw manier om te levelen samen met natuurlijk potjes spelen. Je kunt natuurlijk vrienden toevoegen. Hier hebben we nog een beginnersuitdaging. Hier kunnen we bepaalde muntjes uithalen. En natuurlijk een soort van battle pass die ik ook heb. Dus wellicht dat we daar iets uit gaan krijgen. Sterker nog, dat weet ik wel zeker, na het eerste potje dat we gaan spelen, kan ik een zeldzame kist openen, want dan heb ik genoeg edelstenen. En ja, edelstenen, dat is misschien wel het belangrijkste in dit gehele verhaal. Daarmee kan je winnen. Ja, en dat ga ik nu eventjes aan jullie laten zien hoe je dat moet doen. We spelen in de map en we hebben als, ja, zeg maar als extra de schatkolbodenjacht. Dus er lopen door de gehele map heen allemaal van die goblins die allemaal loot spannen. Hoppakee. Nou goed, in ieder geval, hoe werkt dit spelletje? Nou, je hebt één grote map met andere spelers. En de bedoeling is om zoveel mogelijk edelstenen te krijgen. Edelstenen kun je krijgen door grote monsters te verslaan. En hoe kun je die verslaan? Door jouw team eigenlijk te upgraden. Zoals je nu ziet, ik heb nu twee characters. En die characters kun je unlocken uit kisten. Dus ja, dat is eigenlijk de manier. En hoe meer characters, hoe makkelijker het natuurlijk is om tegenstanders uit te schakelen. En natuurlijk ook, hop, hier, krijg je een edelsteen. Deze grote tegenstanders eigenlijk. Hier, deze zijn ook wel goed. Hier krijg je veel muntjes door. Hoppakee, twee in plaats van één. Namelijk, die skeletons zijn allemaal één. En het ligt er een beetje aan hoeveel characters je hebt. Maar hoe meer characters, hoe duurder de kisten zijn om te openen. En volgens mij is het maximum wat je moet betalen 50 of zo. Nou, deze kunnen we ook openen. De heks. Wajo, deze heb ik nog nooit gehad. Oké, eens even kijken of we deze makkelijk kunnen killen. Ja, kijk eens aan. En hier krijgen we ook edelstenen uit. Dus we gaan zoveel mogelijk edelstenen proberen te krijgen. En natuurlijk al die goblins die door de map heen lopen. Dat is gewoon een extra deze ronde. Zo heb je ook bijvoorbeeld piñata's, grote bomen en zo. Maar dat gaan we misschien in een volgend potje nog wel zien. Eerst gaan we deze allemaal even killen. Hoppakee. We hebben hier natuurlijk ook een boost. Die heb ik nog niet gebruikt. Maar daardoor kun je sneller rennen en sneller aanvallen. Dus dat is ook wel een goeie. Hoppakee. Nou, we moeten denk ik eventjes naar het midden van de map. Want het gaat niet goed bij mijn muntjes. Zoals jullie zien, linksbovenin. Ik sta achtste. Dat is heel erg slecht. Dus we moeten echt eventjes focussen, denk ik, op het halen van edelstenen. Zo, uit die bomen krijgen we er veel. Dat is echt niet normaal. We gaan een healer nemen. Oh, hier zien we een tegenstander. Zo, oh, daar moeten we eigenlijk helemaal niet naartoe. Want die is echt veel te sterk. Dus ik ging daar eigenlijk bijna dood.
Hier in het midden van de map zien we iets interessants. Namelijk, hier zien we een edelstenen mijn. En die opent wanneer de tijd, de timer voorbij gaat. Dan zal er constant, zeg maar, zullen edelstenen droppen. Dus dat is best wel, ja, redelijk sterk. Deze gouden bomen, die droppen best wel veel. Dus die zijn het altijd eigenlijk wel waard om eventjes kapot te maken. Hop, barbaar erbij. Nou, ons team ziet er redelijk sterk uit, maar ik weet zeker dat dat team iets sterker is. Die heeft er al 30. Niet dat dat per se betekent dat iemand sterker is, maar ik weet wel dat het een goede speler is. Als je die rode cirkel om me heen ziet, dat betekent dat ik aan het aanvallen ben. Dat gebeurt in principe redelijk automatisch. Al kun je ook gewoon eventjes op het scherm tappen, dat is nog makkelijker. Hoppakee, kom maar even hier. Kom maar even hier, hoppakee, edelstenen genakt. Kijk, dat is lekker. Oh nee, ik ga dood hier. Nee, El Primo, niet doodgaan. Oh, de gemmine is open. Hoorden jullie dat? Dat betekent dat in het midden constant gems spawnen. En die heb je natuurlijk nodig om te winnen. Zo, je spannen er veel. We hebben er nu 34. Een beetje een rotplek hier. We hebben er nu 40. Ah, oh, die nummer 1. Die gaat zo hard. Die gaat zo hard. En we zijn ze aan het nakken. Ik moet eigenlijk mijn boost gebruiken. Dat is misschien nog beter. Oh, ja. Oké, we hebben er heel veel. Oh, wat een aanval. Super irritant. Trouwens, als je iemand uitschakelt, dan krijg je een key. En hiermee kun je gratis en voor niks, inderdaad, een kist openen. Dus dat is super chill. Al helemaal nu, omdat de kisten nu best wel duur zijn. Oké. Deze pakken we allemaal. Hop, 100. Ja, we worden er niet. Jammer. We zijn vierde geworden volgens mij. Of misschien derde. Kijk hoeveel er edelstenen er liggen. Misschien zijn we derde. Ah, we zijn net vierde geworden. Oké, maar goed. Dit was eventjes het uitlegpotje. Dan gaan we denk ik zo meteen eventjes een echt potje spelen. Want dit potje ging niet al te best. Al moet ik zeggen, niet heel erg slecht. We kunnen natuurlijk een kist openen. Na elk potje kunnen we één kist openen. Eens eventjes kijken wat we hieruit gaan krijgen. We hebben ook één bonus gekregen. Ligt er dus aan hoe hoog je eindigt. Een epische kist. We gaan hem openen in 3, 2, 1 en... Hopelijk dus de nieuwe... Nee, oké, jammer. Een heks. Maar goed, deze is wel episch, dus dat is wel chill. Wat zijn dat nou? Dat zijn baby's. Ja, dat klinkt heel erg gek, maar met die baby's kan je inderdaad je squad upgraden. Ik heb er op dit moment nog niet genoeg, namelijk in totaal kreeg ik er 3. Maar als ik er 10 heb, kan ik deze evalueren. Dan gaat hij door naar een volgend level. Dus dat is goed om te weten. Dan, eventjes kijken. Ik zei het net al, we kunnen inderdaad een kist openen. Want ik heb inderdaad de Battle Pass. We kunnen ook deze krijgen. Hoppakee. Laten we dan deze kist eventjes openen. En nu echt hopen op die laatste knokker in dit level, zeg maar. De Hawk Rider. Nou, kom op. Dit moet toch lukken? Let's go. De Hawk Rider. Gaat het gebeuren? Nee. Maar we krijgen wel de Genezer. Oké, dus we krijgen daarvan baby's. Oftewel, misschien kunnen we die nu upgraden. Ja, dat kunnen we. Namelijk hier, ik heb er 12 van en ik heb er 10 nodig. En dat gaan we eventjes doen. Hoppakee. Geëvalueerd. En gaan we level up? Ja hoor, we kunnen een beloning claimen. En dat kunnen we doen. Of we kunnen deze bewaren totdat ik level 15 ben. Ik denk dat ik dat ga doen. En dan... Ja, heb ik meer kans op deze knokkers. Dus ik denk dat ik deze nog eventjes niet ga openen. Misschien op het einde van de video, als er niks speciaals gebeurt. Maar laten we eerst eventjes, denk ik, een volgende game spelen. En kijken hoe dit gaat verlopen. Oké, Bustervallei en edelstenen in overvloed. Dus dat betekent dat er heel erg veel edelstenen overal spawnen. In principe maakt dat dus niks uit. Want ja, iedereen kan er gebruik van maken. Maar het is wel even goed om te weten. Hop, deze houden we ingedrukt. Die boost. Want daarmee vallen we dus sneller aan. We gaan deze gelijk eventjes openen met El Primo. El Primo is namelijk short range, wat chill om te hebben. Hoppakee. Deze pakken we, deze gaan we misschien even killen. Misschien dat we deze kunnen killen. Ja, dat kunnen we denk ik zeker. Dat kunnen we zeker. En hoppa, we hebben eentje uitgeschakeld. En daarmee kunnen we dus weer een gratis kist openen. Hoppa, deze gaan we even aanvallen. Maar val deze eerst maar even aan. Deze namelijk doet heel veel damage. Zo. En we staan bijna eerste. Hoppa. Ik heb El Primo weer gekozen, doordat hij wat sterker wordt. Hier, healing item. Ook niet verkeerd. Gaan we gelijk even gebruiken. Ik zie dat mijnen redelijk laag zijn. Oh, deze kunnen we aanvallen.
Hoppa, deze gaan we aanvallen. Deze gaan we afmaken, dat doen we. Hoppa. Zo, wat doet hij dan? Zo, hij is sterk, hij is sterk, hij is sterk. Moet hier weg, moet hier echt weg. Ja, sorry El Primo, je gaat er waarschijnlijk aan. Toch niet. El Primo is nog levend. Dat meen je niet. Oké, heel goeie. We staan eerste. Maar de vraag is voor hoe lang. We gaan in het midden farmen. Want wij zijn nu sterk. En in het midden heb je zeg maar de beste monsters. Waar je de meeste edelstenen van krijgt. Oh, we kunnen deze natuurlijk unlocken. Gratis en voor niks. Crack doen we. Deze gaan we kapot maken. Hopelijk kunnen we dat even snel doen. Want deze is heel sterk. Ja, dit doet veel damage. Dit is pijnlijk. Dit is heel pijnlijk. Maar ik weet wel. Hier krijg je heel veel edelstenen door inderdaad. Zo, wat gebeurt hier allemaal? Ik weet niet wat daar allemaal gebeurde. Maar echt dikke chaos. Dat weet ik wel. Oh, een boompje. Ah, nee. Hij gaat mij killen. Nog 2 minuten. Dan is de game voorbij. We kunnen weer deze openen. Ik heb een healer nodig. Deze. Ja, de healer. Hoppakee. Heel goeie. Ah, is vervelend dat hij daarmee loopt. Met die gekke... Oh ja, hier kunnen we dikke damage doen. Hoppa. We kunnen er 25 zo meteen pakken erbij. Kom op. Dikke damage doen. Kom op. Ja, genoeg edelstenen. Dat wel. Bom. Ik ben redelijk low. Ik moet echt een beetje oppassen nu. Ik heb er 73. Dat is wel heel veel. Maar kijk hoe weinig poppetjes ik nog heb. Dus dit is een beetje vervelend. Even die heal pakken. Genezing. Ah, nee. Ik weet dat hij mij wil hebben. Ik sta redelijk hoog. Ik ga deze killen. Kom op, kan ik hem killen? Please. Ah, niet genoeg. Laatste minuut. Wordt heel spannend. Ik heb er 80. Kan ik deze killen? Oh, hier liggen nog heel veel edelstenen. Oh, ik zit hier nu in het midden. Dat is een beetje een nare plekje dit. Ik heb er meer dan 100. Kom op. 4 players remaining. Oh, bommetje op iedereen. Zo, wat een damage heb ik gedaan daar. Maar ik ga denk ik dood hier. Ik zeg je heel eerlijk, ik denk dat ik dood ga. Ja, hier, ik ga dood. Ik word afgemaakt. Door iedereen word ik hier gepakt, joh. Dit is niet normaal. Oké. Ja, vriend. Ik weet het. Je wil mij hebben. Ja, weet je, als je eenmaal wordt afgemaakt, dan word je echt volledig afgemaakt. Ik stond net gewoon tweede of derde of zo. Moet je nagaan. Nu zijn we vierde geëindigd. Alsnog niet heel erg verkeerd. We krijgen daarvoor ook een bonus als het goed is. Ja, we krijgen 1 bonus. En dit zou inderdaad een nieuwe knokker kunnen zijn. Nee. Oké. Weer jammer. Oké, eens eventjes kijken bij mijn challenges. Hoppakee. We gaan niet nog een level omhoog. Wil ik dan toch deze kist openen? Zullen we het gewoon doen? Weet je wat? We doen het gewoon. Omdat dit de eerste video is van deze game. Dus we hopen gewoon op die laatste knokker, alsjeblieft. We krijgen kippen. Dit meen je niet. Oké, nou, jammer genoeg geen knokker. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video super tof vonden. Ik vond het in ieder geval leuk om te maken. Een best wel leuke game. Nog eventjes als laatste tip. Als je wat extra coins wil, tap op al deze poppetjes in het midden. En 1 daarvan kan zomaar eens coins geven. Ik heb dat al gedaan, voordat ik deze video startte. Maar als je dat doet, dan krijg je dus gratis en voor niks munten. Dus het is gewoon een handige tip. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende en peace out.